Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marjan Donner en vandaag zijn bij mij te gast Kirak. Bestaande uit Kate Sine en Stefan Ruitenwijk. En hun nieuwste film, Under a Sinking Sun, daar kun je in de omschrijving een link van vinden. Kijken. Ik dacht, misschien is het handig als jullie jezelf introduceren. Jullie zijn een kunstenaarscollectief, maken kunstkritiek ook. Maar voor de kijker die niet goed op de hoogte is en de ophef heeft gemist, hoe zouden jullie omschrijven wat je doet? Wie moet ik aankijken? Kate. Ja? even denken hoor. We zijn ooit begonnen met het bekritiseren, maar ook portretteren van kunstenaars, kunstwerken die we tegenkwamen, dus hedendaagse kunst. En dat is langzaam eigenlijk omgevormd tot een kunstvorm die zich ook laat toepassen op andere mensen buiten de kunstwereld. Dus bijvoorbeeld een mecenas van ons die wij portretteren of een kunstacademie. En jullie maken vooral films, toch? Jullie schrijven ook stukken, maar het zijn allemaal films. Ja. Ik vul het even aan. Nee, ja, dat is niet goed. Om te verbeteren, maar vooral korte filmpjes en ook gewoon featurefilms eigenlijk. Ja, ze zijn soms langer en soms zijn ze kort. Ja. En wat ik dus... wat zelf interessant als fenomeen is, dat we heten in tijden van cancel culture te lezen. Ik zelf neem dat altijd met een korreltje zout, omdat dan toch Johan Derks gewoon weer op tv is. Maar jullie worden wel echt gecanceld. Vaak. Ja, want waarom vind je dat? Wat? Dat we echt gecanceld. Waarom wij wel en ja, omdat Johan Derks gewoon, om maar even een voorbeeld te noemen, of J.K. Rowling, die verkopen niet echt minder boeken of die komen op tv. Maar er zijn instituties waar jullie niet welkom zijn. Of zie ik dat verkeerd? Maar ik denk ook dat er instituten zijn waar Johan Derksen niet welkom is. Alleen wij maken ook nog eens werk over die instituten. Ja. En stellen onze films tentoon in die instituten. Wij zijn eigenlijk... Wij zijn natuurlijk niet Veronica Inside. We hebben helemaal niet zo'n type publiek. We maken eigenlijk geen massa-cultuur. Nee. We maken elitaire cultuur. Dus dan ben je afhankelijker van instituten die nu in die cancelmanie terecht zijn gekomen dan Johan Derksen of J.K. Rowling. Ja, dus daar ervaar je wel een cancelmanie. Oh, tuurlijk. Maar die ervaar ik ook bij Johan, hoor. Maar hij heeft er minder last van, inderdaad. Maar het is wel zo dat hij het weer gecanceld wordt en dan weer terug moet komen. Dat was eerst niet zo. Het is nu heet het dansje wat hij moet doen. Dat is dan de cancelcultuur waar hij in zit. Dat hij niet echt gecanceld wordt als in geterminate. Ja, dat is een tweede. En hebben jullie het gevoel dat je echt gecanceld? Nee, want het levert ook wel allerlei andere mogelijkheden op. En mensen die ons willen kijken, kunnen naar ons kijken. Maar cancelcultuur bestaat zeker. Want ik denk dat als wij 10 jaar geleden met dezelfde passie onze films en onze portretten van de culturele wereld hadden gemaakt, dan hadden wij op een andere manier platforms gekregen en wel in die instituten kunnen tentoonstellen. Ja. Ja, dat was dus wel een van de dingen waar ik benieuwd naar was, naar jullie analyse daarover. Want wat is dat? Het is een hele brede vraag, maar waar komt dat volgens jullie vandaan, die cancel culture van nu? Of is dit te breed? Nee, waar komt dat vandaan? Ja, ik kan het ook splitsen misschien makkelijker, want wat je ziet is dus wel, dat dus, ook bij jullie, er is dan, of bij Johan Derksen, er is dan heel veel ophef op Twitter en mensen vinden het allemaal stom. Maar daarvan denk ik zelf altijd, ja, dat is één ding. Mensen hebben mening, dat mag. Ik denk dat het een vernieuwingsbeweging is. Mensen hebben gewoon genoeg van de oude garde. Weet je wel, maaispijkers, weg ermee. Gewoon allemaal dat gevoel van dat je iets nieuws wil. Zonder dat je eigenlijk weet wat je dan wil. Je wil gewoon dat er verandering komt. En dan wordt gelijkheidsideologie uit de kast getrokken. En feminisme, whatever works. Om gewoon die apen die op die apenrot zitten, daarvan af te stoten. En wij zijn helemaal geen apen op een apenrots, maar dat is eigenlijk alle collateral damage die dan daaromheen nog bestaat. Weet maar je is dat niet ergens ook een goed ding? Ik vind dat wel iets voor jullie om die vernieuwingsdrang, niet per se deze, maar vernieuwing aan zich is niet een slecht ding. Nee, de guillotine in Frankrijk heeft ook een hoop opgeleverd. Ja. Het zij zo. Het zij zo, het is zo. Volgens mij hebben we er helemaal niks van te vinden. Dus ik bedoel, ik vind er wel iets van, als in dat ik dat stuk in de Volkskrant over Maaispijkers een heel dom stuk vind. Maar ja, waarom vind je dat?
ik ben de hele ochtend met niks meer anders bezig geweest. Ja, dit is mijn wereld. Ja. De literaire wereld. En daar zag ik ophef over ontstaan en moeilijk. En hoe moet je je daarin positioneren? Maar als kort uitstappen, wat vind je er zo dom aan? Omdat ik heb een literaire interesse. We hebben laatst een podcast opgenomen over Balzac. En die schetst op een fantastische manier de cultuur van uitgevers. En wat voor types dat zijn. En ja, ik heb ook wel heel veel van die hele lieve uitgevers ontmoet. Bijvoorbeeld de jongens van Das Mag of zo. Maar ja, ik wil ook graag gewoon dat Mai er is. Ja, en, als personage in een soort. En natuurlijk is het verschrikkelijk om voor hem te moeten werken. Maar ja, dat is toch ook echt iets waar je voor kiest. Ja. Ja. Maar wat je dan wel krijgt, ik denk zelf ook, want dus je kan ook zeggen, ja, mensen moeten daar gewoon weerbaar tegen zijn, niet zo zeiken. En als je inderdaad Mai niet aan kan, dan ga je ergens anders werken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel verlegen, rustige, stille types. En die willen ook graag wel eens aan het woord komen. Waarom zou je alleen een... Ja, vind je dat? Die gaan slechte stukken bij de correspondent schrijven. En zeggen dat alle mensen deugen. Dat is niet echt 90% van de cultuur, hè? Die dat gezeik. Dus ik vind het geen argument. Nee? Nee. Ik vind het zelf het lastige daaraan dat het... want je ziet dus overal inderdaad van mensen die willen gewoon ook meedoen. Ja. Dus of het nou vrouwen of mensen van kleur of er wat verlegen is. Ik wil ook een stem hebben. En het is is de cultuur natuurlijk heel eenduidig geweest. Is toch zo dat het aan... Nou, dat geloof ik niet. Nee, vond je wel dat er altijd een kans was? Ik heb laatst nog een boek van Balzac gelezen. Ik vind dat daar geen eenduidige cultuur naar boven komt. Hele rijke, diverse, complexe cultuur. Ja, ik had zelf dus een beetje ik ging Sol Bello lezen, Herzog. En dat is dan een meesterwerk. En dat gaat dan over een oude man die door zijn derde vrouw is verlaten en alleen in huis zit en het zit somberen. En ik had als lezer, dacht ik gewoon, ja, dit hoeft voor mij niet meer. Maar als dit reactie, heb ik 1000 keer gelezen. Maar, ja. Geef me even iets anders. Maar ik vind dat echt een heel goed voorbeeld. Die belegen academische cultuur waarin dan ijdele mannen dat soort hele lange boeken gaan schrijven erover. Dus die boeken van Sol Bello of misschien ook wel Kundera op een bepaalde manier. Daar heb je wel gelijk in. En het zou best kunnen dat deze cancelcultuur die je nu ziet, dus deze beweging, een reactie is op een beetje de belegenheid van die wereld. Ja. Niet de rijke, bonte, weet ik wat, 19e eeuw of zo, maar... Ja, maar... Ja, wel, ja, de, maar ja, echt die suffe jaren 70, 80, weet je wel? Dat. Ja, die ook heel patriarchaal is, inderdaad. Is, ja. Op een soort sombere manier. Maar dat was daarvoor... We zitten duizenden jaren in heel patriarchaal. Of, ik kijk niet jou aan. Zie je dat anders? Denk je dat er... Ik ben een vrouw die heel erg van mannen houdt en heel erg van, daar gewoon heel erg van houdt. Dus ik heb ook gemerkt dat sinds ik dat heb omarmd, dat ik daarvan hou, van kleurrijke, mannelijke, dominante figuren, dat ik me als vrouw weer veel beter kan manifesteren. Dus ik heb best wel een tijd gehad dat ik dacht van, ik word als vrouw achtergesteld. Ik deed de universiteit en ik merkte gewoon dat ik was origineler en intelligenter dan mijn medestudenten, mannelijke medestudenten, maar ik kreeg toch niet, ik had dan wel altijd leuk contact met mijn professoren, maar ik voelde dat ik was niet de protégé of zoiets. Ja. Dus dat voelde ik wel en ik heb toen ook wel zitten nadenken van hoe zit het dan en hoe zit het dan met vrouwelijke schrijvers en ik ben op zoek gegaan naar vrouwelijke schrijvers. Ik ben me gaan verdiepen in, oké, wat doe je dan als vrouw en waarom zijn vrouwen... Waarom hoor je daar minder over? Of waarom zie je die minder? Of waarom voel ik me minder gezien? En dat was eigenlijk een hele negatieve spiraal. Omdat het leverde niets op, behalve dat ik me heel bitter en zuur voelde. Maar ik ken dat gevoel dus wel. Dus ik zou niet willen zeggen dat het niet bestaat. Of dat het niet zo is. En ik denk dat het in verschillende vormen voor kan komen. Inderdaad, als je een migrant bent, dan kan je het ook voelen. Maar voor mij was wel echt de enige remedie is dat ik daar best wel... Dat ik daar een soort 180 heb gedaan. Dat ik dat nooit meer zo bespreek. Dat ik die zwakte van zwak zijn. Of zo achter. Dat ik die negeer. Of ontken zelfs. Glashard voor mezelf. Om niet in een slachtofferrol te gaan zitten. Ja, en natuurlijk een relatie aan te gaan met een heel... iemand die heel erg veel... Heel Stefan, zowel in kunst als in liefde.
die heel veel, heel bewegelijk is, heel dominant, heel, heel veel eigenlijk op een bepaalde manier voor mij uitwalt, waardoor ik weer ook ruimte krijg, ook omdat hij mij wel ziet. Dus, ja. En verder maakt het ook niet uit dan voor mij, want dan, ik kan daarin mijn ding doen, ik kan kunst maken, ik kan films maken, ik kan mezelf ontwikkelen. En daarin voel ik me ook onafhankelijk, dus dat is heel prettig. En dan, ja, dat is toch een, is misschien een flauwe vraag, maar ook een logische vraag. Hoe zit het dan met andere vrouwen ja, die geen Stefan hebben? Ja, die moeten het zelf uitzoeken. Want ja. Het is een soort of-of. Je kunt niet... in een wereld die vreed is, kun je niet zeggen... Ik ga nu al die andere mensen helpen en dan mezelf. Want andere vrouwen hebben het helemaal niet per se goed, het beste met elkaar voor. Of met mij. Nee. Nee. Ik bedoel, dat heb ik ook gemerkt. Sinds ik dit ben gaan doen, zijn het ook vrouwen die heel veel moeite mee hebben dat een andere vrouw de mond opentrekt en dingen zegt die op een bepaalde manier mannelijk overkomen of, ja. of direct. Ja, of want ik moet nu meteen natuurlijk denken aan die film die jullie hebben gemaakt over Harvey Weinstein. Misschien kunnen jullie ter introductie daar iets over zeggen? Ja, dat was een aflevering die hebben we opgenomen in 2017, geloof ik, toen die Harvey Weinstein-rel net begon. En je begon overal die stukken te lezen van vrouwen die getuigenissen hadden over wat ze dan hadden meegemaakt met hem. En er vielen mij bepaalde dingen op uit die getuigenissen. En in een gesprek hebben we dat opgenomen. En dat gaat eigenlijk over dat in die reactie op... die getuigenissen, maar ook in hoe die getuigenissen gebracht werden, dat het heel duidelijk begon te worden dat daar een soort narratief was van hoe er naar gekeken moet worden. En dat ik. Was? En, dat was. Vrouw als slachtoffer. Vrouw als slachtoffer. Vrouw als. Een vrouw je. Het is empowering om jezelf. Als slachtoffer naar voren te schuiven en je verhaal binnen een bepaalde mal te gieten. Op een bepaalde manier achteraf te interpreteren, terwijl je het op het moment zelf misschien anders interpreteerde. Maar achteraf dat je allemaal zegt, we gaan het nu op deze manier. Inderdaad, als slachtoffer gaan we het neerzetten. Zo ga ik mezelf neerzetten en wat ik toen heb meegemaakt. En daarin vielen die verhalen ook bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. Nee. En als je een ander soort verhaal zou willen vertellen, dat kan eigenlijk niet. Of ik bedoel, dat had geen zin. Dat is niet echt de bedoeling. Daar word je niet toe uitgenodigd door dat systeem wat op gang kwam. Ja, en dat heb je toen wel geprobeerd, toch? Om een ander narratief te geven? Nou, nee, want ik heb natuurlijk niet, ken Harvey Weinstein niet. Dus ik kan niet zeggen, ik ken hem en dit heb ik meegemaakt of zo. Nee, maar ik vond het wel sterk, zoals ik het me herinner, want ik heb dat lang geleden gezien. Oké. Dus misschien zit er interpretatie bij. Maar dat het ook een verhaal werd van vrouwelijke seksualiteit, ook erkend willen worden door zo'n krachtige... machtige man en dat daar ook een teleurstelling in kan zitten van waarom heeft hij mij eigenlijk niet lastig gevallen. Ik denk dat ik zelf, het is natuurlijk een paar jaar geleden, het is alweer bijna 5 jaar geleden, ik was zelf nog heel erg aan het nadenken over hoe ik dat zie of hoe ik dat vormgeef, dat mezelf als vrouw en wat doe ik daarmee in de wereld. En we waren ook nog heel erg midden in onze ontwikkeling van Kirak, dat is nu een soort, die vorm is nu wat... Is inmiddels weer meer gaan lijken, denk ik, op waar wij naar op zoek waren. Namelijk films die in bredere zin over de cultuur gaan. Maar toen waren het echt nog die portretten van verschillende rellen of voorvallen of personen of kunstwerken. Waarbij die grens tussen kritiek en kunstwerk nog heel vaag was of zoiets. Maar goed, dat terzijde. Ik denk, ik was toen daar nog heel erg over aan het nadenken. En ik zag dit ook als een kans, zonder dat ik misschien bewust daarvan was, om mezelf neer te zetten als hoe ik daar zit. En wat ben ik? En ik ben een vrouw en ik stel me dit voor. Ik bedoel, al die vrouwen schrijven die soort van... stream of consciousness-achtige...
teksten over die ervaringen met Weinstein. En dan, maar dan door een soort ghostwriter helemaal glad getrokken. En, dan, en ik ga daar naar kijken en ik ga daar mijn verhaal over schrijven. Ja. En dus jij vroeg net van, maar hoe zit het dan met al die andere mensen? Ik denk dat ik toen nog veel meer in die strijd zat. Dat ik ook die andere vrouwen achter me wilde laten. Mm-hmm. Dat ook niet meer als een soort last wilde ervaren en er gewoon overheen walsen. Maar, en daar, want daar hebben jullie wel echt heel veel kritiek op gehad, toch? Oh, ja. Wat meer dingen, maar ja, daar ook Nee. Ja. Ja, ik denk dat mensen dat... Persoonlijk heb ik heel veel positieve reacties gekregen van andere vrouwen. Die Vooral van mooie vrouwen, dat was interessant, vond ik eraan. Ja, dus mooie vrouwen die ook inderdaad die dat kennen. Dat je je eigen schoonheid wil aftasten of wil wegen door jezelf ergens... op de waagschaal te leggen, zoiets. Dus wat je dan... Jullie probeerden daarbij ook eigenlijk grijs tinten aan te brengen... in een debat wat heel zwart-wit is geworden. Ja. Proberen jullie dan nuance aan te brengen... en dat wordt dan vaak niet in dank afgenomen. Maar wat ik me dan toch afvraag, het ergens... Hier zijn mijn aantekeningen voor. Noemen jullie in een stuk wat ik heb gelezen... en ik weet niet meer de... tekst, maar dat Black Lives Matter en MeToo-beweging culturele virussen eigenlijk zijn. Dat is aan Brett Weinstein, denk ik. Die dat heb ik een keer getweet, daar weet jij niks van. Oh. Nee, het was niet op Twitter. Nee? Nee, het was in een stuk. Volgens mij wel. Brett Weinstein stuk, ja. Te lezen op onze website onder Kate's Writing, als mensen dat willen lezen. Ja. Ja. Zie je dat echt? Ik vraag mezelf namelijk altijd zo af. Want ik ben het in heel veel dingen ben ik het heel erg eens. En het is allemaal heel zwart-wit. En er is inderdaad zo dingen die dan... Nou ja, ik denk niet gezegd mogen worden. Maar waar je dan veel kritiek op krijgt. Maar ik ben zelf van mijn mening... Het is niet dat het hiervoor allemaal zo heel erg goed was. Of zo. Dus je kan ook zeggen... Maar zoals jij eigenlijk al zei, het is een vernieuwingsbeweging. Ja. Dus om dan Black Lives Matter en MeToo virussen te noemen... is wel weer heel erg alsof we een mooie, goede, zuivere cultuur hadden. Het lichaam wordt aangevallen door een parasiet. Ja. Nee, daar loopt die vergelijking denk ik mank. Hoe ik hem nu zou bedoelen is dat het eigenlijk ook een evolutionair... Het lijkt op een evolutionair proces. Dus er wordt ergens een zaadje geplant bij Karl Marx of Foucault. En dan langzaam ontwikkelt dat virusje zich zo totdat het... BLM is, Black Lives Matter. En dan zie je echt de power ervan. Dan komt die doorbraak met George Floyd. En dan in één keer breekt dat virus dat lichaam in. Zo en bedoel zie je ik dat de metafoor ook echt meer. Als een grote kracht? Want weet je, het is ook zo dat, gewoon, dat nog steeds vrouwen veel minder betaald krijgen. Dat mensen van kleur minder goed... met Dat is denk ik een goede vraag. Maar dat is een goede vraag, omdat... Er zitten nog steeds al die zwarte mannen in de gevangenis in Amerika. Ja. Dat is allemaal nog steeds zo. Dus is het een veranderingsbeweging? Of is het inderdaad een virus... wat wel dat lichaam ziek maakt... maar niet verandert... Hè? Ja. Want die vrouwen... je moet inderdaad onderscheid maken tussen... waar dat virus zegt, wij gaan dit doen. Maar dat doet het inderdaad niet. Dus je kunt het wel... Ik denk dat jij beoordeelt die beweging niet op... waarvan ze zeggen dat het hun doel is... maar je beoordeelt het op wat het doet. En dat beweegt zich, gedraagt zich... of verspreidt zich misschien als een virus of zo kan het voelen. Parasitair. Maar dat wil niet zeggen dat je vindt... dat alles gewoon moet blijven zoals het is. Of dat zwarte mensen in Amerika... voor een heel groot gedeelte in de gevangenis moeten zitten. Nee, exact. Dus je zegt eigenlijk dan... de beweging heeft een doel... maar dat zal het nooit op deze manier bereiken. Nou, Black Lives Matter is niet hetzelfde als... de beweging uit de jaren 60 in de VS... tegen onderdrukking van zwarte mensen. Dat is een heel ander iets... Ja. Het is niet als je zegt Black Lives Matter, volgens mij bedoel je dan echt specifiek wat je nu waar je nu over leest in de New York Times. En het ingewikkelde is wel dat er ook weer een verschil is tussen waar heel veel over geklaagd wordt. En iemand op Twitter, weet je, laatst was er dan zo toen het jongetje Gino in Limburg verdwenen was. En dan is er... één iemand, ik weet niet waar ze vandaan komt... en die zegt, nou jammer dat jullie in het persbericht... nog steeds het woord blank gebruiken, want het is echt wit.
En dan krijgt ze heel veel mensen over zich heen. Zo van, dat je in deze tijd... Dat je met zo iets aangrijpt om je punt weer te maken. We moeten wit zeggen. En dat is een terechte kritiek. Maar dat heeft verder... Of ja, dan denk ik, ja, dat is één iemand en dat is niet zo handig. Maar als je naar de Black Lives Matter-beweging in Amerika kijkt... is de organisatie, voor zover daar sprake is heel radicaal. Is echt ook heel anticapitalistisch en een omkering van alle systemen. Maar dat hebben we het niet zo vaak over, omdat er zo erg... Het wordt allemaal zo tot een debat op Twitter gereduceerd. Nu snap ik echt niet wat je bedoelt. Nee? Maar hoezo? Omdat ze anticapitalistisch zijn? Nou, die beweging... het is moeilijk ook om te zeggen, ja, wat is die beweging eigenlijk? Net zoals bij feminisme, omdat er zoveel verschillende meningen zijn. Maar bij Black Lives Matter is een beweging die is echt opgericht door drie vrouwen. Ja, het is een organisatie. Feminisme is geen organisatie. Nee, exact. Maar dit is echt een organisatie met doelstellingen. En die wonen niet allemaal in hele grote huizen... En ze zijn heel erg anticapitalistisch. Dat weet ik niet. Bijna niemand weet wie ze zijn, omdat ze dat expres niet vermelden omwege kansen op geweld. Omdat mensen dan zien in wat voor enorm huis ze hebben gekocht van al dat geld dat er binnen is opgehaald. Dus het is echt zo'n ongelofelijke scam, die organisatie. En waarom? Denk je dat ze daar alleen maar voor zichzelf in zitten? Omdat het ongelooflijk destructief is. Is de organisatie destructief dat het nu destructief is en met canceling en dit mag je niet zeggen en dat mag je niet zeggen, dat lijkt me duidelijk. Maar daar is niemand heel enthousiast over, toch? Waarover niet? Nou, de manier waarop mensen elkaar de maat nemen nu in de polarisering. En dat hele van dit mag je niet zeggen en dat mag je niet zeggen. Ja. En sommige mensen zijn daar eigenlijk wel enthousiast over. Nou, dat is destructief hier, omdat dat is wat wij importeren. Ja. Maar in Amerika is het natuurlijk ook gewoon fysiek destructief. Maar het is ondoorzichtig. En dat is natuurlijk waarom... Feminisme is inderdaad iets heel anders, omdat het een beweging is. En mensen hebben daar allerlei andere ideeën over. Hetzelfde geldt ook voor... Marxisme. Maar Black Lives Matter is gewoon inderdaad een organisatie en mensen doneren daar geld aan. En het is ondoorzichtig wat daarmee gebeurt en wat zij bewerkstelligen. Ja. Behalve dat een heleboel terecht boze mensen worden gemobiliseerd. Maar je weet helemaal niet of het wel ten goede is. En of ik daar uiteindelijk... Ik bedoel, ik hou me er niet mee bezig om dan te zeggen, om dingen te wegen en zeggen, dit is wel niet goed. En I condone this en dat niet. Nee. Of zo. Ik zit helemaal niet in die positie. Maar jullie zitten wel met de films heel erg op de tijdsgeest. Dus misschien is dit een te grote vraag, maar waarom kunst? Nee, wat willen jullie? Is er iets wat je wil bereiken met de kunst? Met jullie kunst? In dit tijdsgevricht? Ja. Ik heb wel ontdekt dat we een plekje hebben waar kunst wel over mag gaan. Bijvoorbeeld, jong zijn en hoe dat voelt en euforie of de liefde of bepaalde soort gebeurtenissen die zijn voor de kunst bedoeld. Maar die ellende, die polarisatie en meninkjes op Twitter en dat behoort allemaal toe aan de journalistiek en de wetenschap. En volgens mij is dat niet zo. Volgens mij is er heel weinig wetenschappelijks of journalistieks aan. Volgens mij zijn dat hele subjectieve... emotionele toestanden. En daar wilden wij ook kunst over maken. We hebben ontdekt dat dat kon. Dus dat je eigenlijk met de gevoelens waaruit zo'n MeToo-beweging ontstaat, dat je daar kunst mee kan maken. Ja. En zit daar ook een doel bij? Nou ja, kunst van deze tijd maken. Kunst die nu echt gaat over wat betekenis nu. Wat dat is. Waar mensen nu betekenis aan hechten. Ja, maar en wil je dan maar dus voor de kijkers naar jullie films... Zit daar een doel bij om hun tot inzichten te laten komen of een spiegel? Of doet dat er allemaal helemaal niet toe? Nou, weet je, zoals de schilders, autonoom? Zoals de modernisten, de impressionisten ook syfilis en hoertjes begonnen te schilderen in de bar. In plaats van een soort van die mythologische afbeeldingen die toen in trek waren bij mensen die schilderijen kochten. Zo willen wij ook weer de realiteit van nu portretteren met onze films.
En dat is dus ook die gekke loopgraven toestand, die polarisatie die je onder andere op Twitter ziet. Ja. Dus dat is mijn doel, is om daar een kunstwerk mee te maken en daardoor ook over te maken. Dat is mijn maar doel. Ook iets openbreken? Ja, kan ik dat? Ja, nee. Ik wil schoonheid maken uit die ellende, denk ik. Daar ben ik mee bezig. Als ik een film zit te editen of te maken, ben ik alleen maar daarmee bezig. Echt waar? Oké. En alles wat te maken heeft met provocatie of met waarvan ik al van tevoren weet dat het me gratis PR op gaat leveren en zo. Dat is eigenlijk onderworpen aan dat andere. Dat is onderdeel van de schoonheid. Dat mechaniekje dus kennelijk zo werkt. En dat je daar ook mee kan spelen als kunstenaar. Met dat soort dingen. Maar dat zijn geen doelen voor mij. Niet. Wat dat betreft ben ik heel erg idealistisch. Heel erg. Ik ben idealistisch. Ja, idealistisch in de zin van het kunstwerk. Ja, ja exact. En ja, ook de schoonheid aan zich. Ja. Maar dus niet om iets te bewerkstelligen. Nee, niet idealistisch ten opzichte van vrouwen of mensen van kleur of zo. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen, ik wil dus de gezapigheid. Want ik vind het grappig dat je zegt, want het lijkt anders als je film kijkt. Lijkt het wel degelijk alsof jullie dus zo genoeg hebben van de vriendelijke, gezapige, toedekkende, nee dat mag je niet zeggen, kunstinstituties. Dat jullie dat wel degelijk open willen breken. En in de laatste film hebben we het nog niet over gehad, maar Under a Sinking Sun, zag ik, oh, weet je, daar zit heel veel seks in op het einde. In de, welke kunstinstituut was het? De Gent, Hogeschool. Yeah. Kask, ja. Dat zag ik toch heel erg als metafoor. Ja, natuurlijk. Ja, dus dat het dierlijke of het rauwe of ja. Dat die kunst een injectie nodig heeft. Nou, dat idealisme is ook natuurlijk iets, het is een soort hoe zeg je dat? Ja, in deze tijd is dat een antagonisme. Dus als je zegt, ik wil dat kunstwerk maken waarbij ik ook die lelijkheid van onze wereld integreer en presenteer als mooi. Dat is natuurlijk iets dat is een eeuwenoude kunsttraditie. Maar dat is nu vreemd. Dat binnen de afgelopen 10 jaar is dat vreemd geworden om te doen en ook vijandig. Mensen beschouwen dat. Dus dan het maken van zo'n soort kunstwerk is per definitie een provocatie. En kan ook alleen maar bestaan als je gebruik maakt van de ruimte die provocatie creëert. Want anders kunnen wij helemaal niet doen wat we willen doen. Dus je moet Ja, dat schokeffect gebruiken voor jezelf. Ja. Zodat je eigenlijk vervolgens weer als een soort kluizenaar achter je edittafel die film gaat zitten maken. Laat ik het dan iets anders, omdat jullie dus heel veel kritiek op kunst geven en heel duidelijk volgens mij ideeën hebben over wat is goede kunst en wat is niet goede kunst. En wat zouden jullie dan beschouwen? En heel veel is niet goed, waar ik het heel vaak mee eens ben. Maar wat zou wel goede kunst zijn? Is dat kan niet alleen schoonheid zijn, toch? Nee, dat schoonheid als zich bestaat ook niet. Hè? Schoonheid is altijd iets wat mensen op een bepaald moment ervaren, in een bepaalde tijd. Dus ik kan wel schoonheid ervaren in een schilderij wat in de 19e eeuw is ontstaan, van een hoertje die er heel ongezond uitziet in een bar door Degas geschilderd of zoiets. Maar als iemand datzelfde thema nu zou gaan schilderen, dan zou dat niet meer zo mooi zijn. Nee, dat en het is ook, als je het nu kijkt, is het weer anders dan als je het in die tijd zou hebben gezien. Ja, en dat heeft ook te maken met schildertradities. Iemand kan dat niet meer zo schilderen enzovoort. Ja. De schoonheid heeft heel veel te maken met de tijd waarin het ontstaat. En of het in die frictie daarin mooi is. Ja. Dus het gaat altijd over avant-garde en over het vernieuwen ervan. En over het gevoel van relevantie en betekenis, denk ik. En als het, dus wat zou dan hele goede kunst zijn? Ik denk dat die laatste film die we hebben gemaakt hele goede kunst is. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Ja. En, maar, ja, oké. Okay. Ik vond het wel mooi met de film daarvoor. Met Sint-Lucasse. Ja, met Sint-Lucasse Honeypot. Wat je toen zag was dat er eigenlijk heel erg een dus de kritiek was zo groot. Je hebt een gesprek hierover gevoerd, dus we gaan het niet uitleggen. Maar met Sint-Lucasse, nou toch even. Sint-Lucasse die dan met Jeannie seks wil en dan op het laatste moment wordt afgewezen. En daarna zei, nee, zend het alsjeblieft niet uit. En toen deden jullie dat toch?
Ja. Op zijn allerkort samengevat. Maar wat je toen zag, was in de kritiek kwam een heel erg grote verbinding tot stand eigenlijk. Ja. Tussen wat we links en rechts noemen. Want die vonden het allemaal, aanhangers van Zit vonden het schande. Ja. Maar links mensen vonden dit ook een soort... Dus daar, is dat dan teleurstellend eigenlijk, als je verbinding creëert, of is dat juist mooi? Dat is een fantasie die werkelijkheid wordt. Ik denk, als je Kafka leest, dat zijn vaak allemaal fantasieën over hoe hij uiteindelijk de zondebok wordt, toch? Hij wordt uitgekozen door een bureaucratisch systeem en geterminate. Ja, en die hij wordt een grote kever. Ja, hij wordt een grote kever, of hij verdwijnt in een slot, of in een proces. En... ik denk dat Sid was een exercitie om te kijken of wij, Kirak, de zondebok konden worden van zowel rechts als links. Die in die film van ons probeerden om te copuleren. Dus ook een grap met de zondebok. Van waar, ja. Die zondebok is ook iets die heen en weer gestuiterd kan worden. Daar kan mee gerouleerd worden. Of kennelijk kunnen wij dat. Wij konden dat creëren. Ja. Dus dat was het doel, om die saamhorigheid... Ja. te creëren. Ja, letterlijk. De oproep voor de film was ook, wij zoeken een gezonde rechtse man om seks te hebben met Genie. Tegen de polarisatie. Tegen de polarisatie. Ja, nee, dat is waar. Die hele grap zit al, de code van de film zit al helemaal aan het beginpunt. En is dan is de grap voor jullie zelf of ook voor het publiek? In hoeverre heeft het publiek dan door van, oh shit, ik ben eigenlijk heel links, maar ik zit hier opeens voor Sid Lucassen te strijden? Kan dat... Ja, dat moet jij eigenlijk beantwoorden, toch? Maar we hebben wel een tweedeling in ons publiek, denk ik. We hebben mensen die echt, die zijn het publiek, die kijken ook weer naar het publiek dat er intuint. En die genieten daarvan. Ja. En dat zijn de mensen die... Het zijn de echte connoisseurs. Ja. En dat is grappig om te merken dat die mensen er ook zijn. Die worden ook boos als wij proberen dat andere publiek iets bij te brengen. Ja, die vinden ja. dat heel vervelend, want zij voelen zich... zij zijn ingewijd, als het ware. Dus zij hebben het idee dat zij de echte... Dat zij echt doorhebben hoe het zit. Ja, bij jullie horen en de rest niet eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb jullie laatste film dus gezien, Under Sinking Sun... Ik vond een van de hoogtepunten zelf, heb ik echt heel hard om moeten lachen, als Tarek over de banaankunstenaar zijn duiding geeft. Ja. Maar er zijn ook echt heel veel mensen die ik heb, of heel veel, maar er zijn ook mensen die daarvan zeggen, dit gaat gewoon, dit is te lomp, dit is te... Ja. Die arme jongen wordt echt helemaal, want hij wordt echt helemaal de grond ingeboord. Ja. Dat kun je eigenlijk niet maken. Ja. Dus op een moreel niveau. Ja. Het was een soort My Spijkers moment, hè? Toch? Ja. Ben je loops of zo? Is dit het enige wat je kan doen? Ja, nee, het was wel psychologisch hoe hij het ook deed. Nee, het was, ik denk wel dat het hoger niveau vernederen is dan wat Mai doet. Ja, ja, maar is het was wel echt een kunstwerk. Trekken jullie het zoiets aan of is er geen moraal in het werk wat jullie maken? Zijn er nog grenzen? Ja, ik denk, weet ik veel. Ja, toen ik op de kunstacademie zat, Tarek zat een jaartje hoger als mij op de kunstacademie. We hebben elkaar daar leren kennen. Dit is wat wij met elkaar deden. Dat is ook de lol van kunst maken. Je bent zo gestoord om kunst te gaan maken, omdat je dat hoger wil bereiken, dat grote kunstwerk. Ja, dat moet gechopt worden. Ja, dat kan alleen maar door... Alleen maar. Echt alleen maar. Alleen maar. Kunst is lijden, baren, van zover een man die woorden in de mond mag nemen. Ja, het is een hele romantische opvatting. Dus dat is... Nee, ik denk dat hier hebben we het met Arnold Heumakers lang over gehad. Die denkt dat deze opvatting toebehoort aan Schiller en de romantiek en dat het een uitvinding is, een culturele uitvinding. Maar als je de Grieken leest, en daar wordt ook al over baren gesproken als het gaat om een idee dat tot stand komt. Socrates, hoe noemt hij zichzelf? Ja, Socrates heeft het van Diotima geleerd, zegt hij, een vroedvrouw. Hij leert het baren van ideeën van een vroedvrouw. Ja. En daar moeten dingen voor afgebroken worden, of verwoesting moet plaatsvinden. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is, want dit is ook kritiek die wij krijgen vanuit de activistische hoek. Jullie zijn oude romantische avant-gardisten. Maar dat is niet waar. Romantiek heeft eigenlijk proberen dat archetype van de kunst proberen te naar zich toe te trekken alsof het iets van haar is, van haar beweging. Maar dit is altijd al wat kunst is. Zelfs bij jager-verzamelaars. Dus ik ben afgestudeerd op een onderwerp over rotsschilderingen van de Bushmen. En als je gaat kijken naar wat de betekenis was van die schilderingen,
dan heeft dat heel erg te maken met dat de persoon die die schilderingen maakte, in hun geval waren dat schilderingen van elanden en later ook van andere beesten, maar die persoon die had natuurlijk ook een bepaald macht en aanzien binnen zijn groep, omdat hij met die schilderingen ook de potentie van die beesten beheerste en daarmee dingen kon veroorzaken, zoals regen en dat soort dingen. Dus dat heeft heel erg te maken met hoe de groep zich dan vervolgens vormt. Hoe die persoon die schilderingen maakt, dat beïnvloedt. Heb je het over de oudste rotsschilderingen in Frankrijk? Nee, dit zijn niet de oudste. Nee, dit is in Zuid-Afrika. Ah, oké, okay, ja. Dus hier... Want ik moet nu ook... Maar dat was een stuk van Barbara Ehrenreich ook. Want we weten natuurlijk niet hoe het tijdens die jager-verzamelaar ging. Of nog verder. Dus het is altijd de interpretatie die je doet van... Wat... Ja, maar over deze tijd... Deze mensen leefden nog. Nee, oké. Okay. Toen wij ze kwamen afslachten. Nou, dit is heel interessant. Dit is een beetje een uitstap. Dus ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar waar ik naar keek was... Mijn aandacht werd getrokken doordat er dus koloniale schilderingen waren van die mensen. En daar zie je mannetjes te paard met geweren en hoeden. En ik dacht aanvankelijk dat zijn kolonisten. Maar toen uiteindelijk ben ik daar mijn scriptie over gaan schrijven. Want het zijn dus niet kolonisten, maar het zijn die mensen zelf. Ze schilderen zichzelf. Ze werden op een gegeven moment, omdat ze werden verdrongen door de kolonisten, maar ook door de Bantu-speaking people, moesten zij in plaats van te jagen en te verzamelen, moesten gaan roven. En ze hebben hun kunst, die dus aanvankelijk ging over die eland die ze vingen. En dat was het mooiste, vetste, grootste beest. Ik noem Sid ook een eland trouwens in de Sid-film. Dat snapt niemand. Maar... Bij deze. Van die eland gaat het eerst naar koeien als ze die Bantus tegenkomen. Dat is rond 400. Dat heeft te maken met dat die Bantus naar die Bushmen gaan om ervoor te zorgen dat er regen valt. In ruil voor koeien. En dan worden het dus die piraten te paard. Dus die kunst die laat iets zien over hoe mensen kunst gebruiken om... de realiteit te begrijpen, maar ook te beïnvloeden, zichzelf te manifesteren, overeind te blijven, ook met een bepaald soort agressieve fierheid om te gaan met die verdrijving uit je eigen wereld. Terwijl ik met mijn westerse blik dus in de eerste instantie dacht, oh, dit zijn zielige mensen die gemene kolonisten te paard afbeelden. Ja. Maar in ieder geval, dus we weten dus wel iets, want je ziet dat traject en je ziet hoe die kunst beïnvloed wordt door elementen van buitenaf. En je ziet wat het precies is dat die kunst moet doen voor de persoon die het maakt. En voor die samenleving ook, want die kunst bestaat in een samenleving, in de jager-verzamelaars-samenleving. En heeft te maken met de existentie van die samenleving. En de pijn van het teloor gaan of van het overleven, zo, dat zit allemaal in die kunst. Dus dat. En die kunst, ja, daar zit dus ook. Wat heeft dat met romantiek en geboorte te maken? Ja, nou, dus dat heeft te maken met. Dat heeft ermee te maken, denk ik. Dat je ziet daar in ieder geval in dat er een soort. Dat in die traditie zit iets besloten waardoor die kunst dat moet blijven doen. En moet blijven gaan over de relevantie van zichzelf voor die samenleving. En moet daarvoor het individu afgebroken worden? Want dat is dus eigenlijk, of dat is weer heel groot gezegd, maar dat romantische idee, zet ik dan nu tussen aanhalingstekens, is dus wel over en we begonnen van ja, alles moet afgebroken worden en geen ijdelheid. Ik heb nog een voorbeeld. Dit is misschien een beetje. Ik was 7 en ik was met mijn vader mee, die is linguist. En we waren in Mexico in een Indianen-reservaat, waar mensen nog een beetje op hun traditionele manier leefden. En die vrouwen daar, die waren potten aan het maken van klei. En ik was 7 en ik had heel veel interesse daarin. En ik wilde ook dat doen. En ik mocht toen ook een potje maken. En ik was heel trots op mijn potje. En toen kwam die mevrouw die dus dat aan het doen was, die kwam naar mij toe en die pakte zo mijn potje. En die sloeg hem zo plat en begon een mooi potje te maken, een goed potje. En ik was helemaal in tranen. Ik begreep niet waarom dat nodig was. En zij begrepen niet waarom ik in tranen was. Ze hebben mij toen... 5 verschillende schalen gegeven om mij te troosten, omdat ze niet begrepen. Want ik had toch gewoon een lelijk kutpotje gemaakt. Weet je, dat snap je toch wel? Jij kan dat gewoon nog niet. Mm-hmm. Dus dat zit daar op een hele andere manier in. Want die kunst is,
is daar, dat is een potje en dat leer je van je moeder en dat ben je de hele dag aan het doen. En het is vanzelfsprekend als dat niet goed is en dat wel. En dat, ik bedoel, maar daar zit een zekere hardheid in, want anders worden die potjes ook ruk. Ja, dus, ja, maar dan zeg je dus eigenlijk dat het uiten van jezelf, of het nou wel of niet mooi is, het gaat er dus om jezelf te kunnen uiten en iets te maken zonder dat. Nou, dat jezelf uiten, er ontstaat op het moment dat jij dus een kunstmeester bent, dan kun je daarin van alles uiten. En in onze cultuur is het natuurlijk gebruikelijk geworden dat we denken dat als je naar de kunstacademie gaat, dat je onmiddellijk begint met jezelf te uiten. En dus is die afbraak ook vanuit die opleiding veel harder, want die gaat over hoe jij jezelf uit. Dat is heel psychologisch, dus je wordt psychologisch afgebroken. Het is niet je potje dat wordt afgebroken, maar jouw idee van jezelf. Ja. Maar dat moet dus ook, want als de kunst is dat jij iets uitdrukt met jouw identiteit, dan moet dat ook van een hoog. Ik bedoel, uiteindelijk wil maar je dat. Maar gebeurt dat nog op de kunstacademie? Want ik had dus juist het idee dat we allemaal nu juist zo aardig en vriendelijk tegen elkaar moeten zijn. En juist of. Dus het is. Want aan de ene kant heb je dus het idee van je moet afbreken. Maar nu heb je het over echt het oude, de kunstacademie van 20 jaar geleden. Ja, ik weet niets van kunstacademies. Dus ik neem dit nu van jullie van ons aan. Het is. Nee, maar ik bedoel het idee van hoe kom je tot kunst. Ik kan je aan de ene kant zeggen, nou afbreken, alles afbreken en tot je snikkend op de grond of in je zolderkamer niet te eten hebt, zeg maar. En dan komt er iets groots uit. En nu heb ik het idee, is het meer zo van, nee, we moeten jou voeden en veilig laten voelen, zodat jij kan bloeien. Maar misschien is dat een veel te strikte training. Ja, ik probeer eigenlijk te achterhouden. Eigenlijk probeer ik de vraag te begrijpen. Wat is de vraag? Of dat nu anders is? Of... Nee, we begonnen dus. Of je dus vindt we begonnen met Tarek, die de banaankunstenaar zo afbrandt. En mensen vinden dat niet kan. Nou, die jongen die bananenjongen die dus wordt afgebroken in die aflevering. Die heeft om ons gevraagd. Dus de curator van die school die ons uitnodigde, die kreeg een jongen op zijn bureau en die zei, ik kijk al die films van Kirak. Deze mensen zijn zo geniaal, die moet je naar deze school halen. En als ze komen, wil je dan alsjeblieft ook een atelierbezoek voor me regelen, want ik krijg nooit kritiek van jullie. Die zeggen nooit wat negatiefs over die dingen van mij. Dat heeft hij geweten. Dus we zijn er naartoe gegaan en Tarek en ik doen daar een persiflage van hoe de kunstacademie was 20 jaar geleden, toen wij erop zaten. Wij doen gewoon de allerergste Rietveld-docent na. Juist, oké. Dus het is ook een spiegel van wat er van het instituut Kunstacademie is. Of een nadoen van wat er van is geworden van het instituut. Vroeger dus dat afbreken en zoeken in jezelf. En nu dus die safe space hel. Weet je wel, waarin mensen helemaal zo heel lief tegen elkaar zijn. En ook helemaal gedesoriënteerd raken. Want je hebt helemaal geen grip meer op niks. En alleen maar de grootste gladderaal kan daarin stijgen, weet je wel? Omdat je, niks meer aanraakt. En zouden jullie terug willen naar dat vroeger dan? Of nee, ik hoef niet terug. Maar wel weg van het gladde, volgens mij. Nou, ik ben niet glad, dus ik moet dat ook doen. Ja. Nee, maar jullie geven ook kunstkritiek op. Dat het nu dus te glad is en dat die instituties te veilig zijn. Mijn kunstkritiek is voor mij niet zeggen dat het anders moet of wat er nu is stom is. Kunstkritiek is volgens mij een reflectie op hoe een analyse van hoe iets is. Ja. Het klinkt een beetje arrogant om te zeggen ik heb geen kritiek, ik vind alles prima en ik kijk gewoon naar hoe het is en dat neem ik aan. Dus, maar zo bedoel ik het echt, dus dat is echt wat ik probeer te doen. Ja. Ja. En wat vinden jullie dan van, want jullie hebben inderdaad best wel veel volgers en ik vond op het einde van de film Under the Sinking Sun lijkt het alsof je een beetje beklaagd is of wat groot wordt, maar van de mensen die jullie, want jullie worden toch ook een soort groep met mensen die dat aantrekt en dat je daar, ja hoe moet ik het zeggen, dat ook wel vervelend vond of zo. Klopt dat? De groepies. Ja. De groepies, ja.
Ja, ja. Moeten mensen wel echt een film gaan kijken. Nee, maar jullie worden natuurlijk heel erg... Ja, ja, ja. Maar jullie worden heel erg toegeëigend ook weer in een gepolariseerd debat. Dat weten jullie Oh ook. Ja, maar daar heb ik het daar niet over. Ik heb het daar inderdaad over dat er jonge mensen zijn die getalenteerd zijn. Die niet, die niet leren op academies. En die dan bij ons terechtkomen en ook iets willen worden. Maar daardoor een soort kinderen worden van ons. En hoe dat op een bepaalde manier bij mij een soort concurrentie aangaat met mijn eigen kind. Op een soort gekke manier. Een soort, waardoor ik een soort leeuwin word of territoriaal over wat Kierak is en boos. Maar ik ben dat daar ook voor een soort theatraal effect aan het uitvergroten. Dus het gaat er ook over dat je als een soort Medea die kinderen, die groupies, op de brandstapel gooit. Waardoor mensen zoiets hebben van, maar dat is heel erg. Want die kinderen, dat zijn de toekomst. Ja. Die kinderen, daar moeten jullie iets van hebben. Of zo. Daar is het ook, daar heeft okay. het ook mee te maken. Het is een soort... Ik probeerde iets te doen met die onredelijke, woedende, territoriale, moederlijke gevoelens die je kunt hebben. Als er nieuwe mensen iets met je willen, al willen ze de beste en de mooiste en de leukste dingen, en zijn het ook hele getalenteerde mensen. En dat heeft iets, dat is natuurlijk ook ergens heel komisch dat je dat hebt, dat ik dat kan voelen. Dat is een soort onzin. Ik bedoel, ik moet daarmee in het reinen komen. En uiteindelijk komt dat dan zo in het kunstwerk terecht. Ja. En is er dus, want zo begonnen, is er een soort moraal waar jullie vinden dat je je aan zou moeten houden? Of is dit een moraalloze... Heeft moraal plek in de kunst? Ja, tuurlijk. Moraal is denk ik een smaakkwestie. En mijn smaak is dat je dus die esthetische positie wil opzoeken met kunst. Dat moet het zijn. Dat is de eis die eraan stelt. De rest is allemaal voor de wetenschap en de journalistiek en het activisme en de politiek. Geen ethische, alleen esthetische. Nou, dat is de ethiek van kunst, denk ik. Dat je dat doet. Dat je naar de mens kijkt. Ja. En dan... Ja. Het is toch een soort spiegel die je dan wil ophouden. Ja, ja. Ja. Dus, ja, het is ook heel moeilijk om dat goed te doen. Maar ook naar jezelf. Het gaat ook tuurlijk. Ik bedoel, bijvoorbeeld in de Sit-film. Die Sit-film die opent met een telefoongesprek dat ik met hem voer. En hij neemt dan de telefoon op. En dit was ook in een periode dat ik dus een beetje onzeker was over mijn eigen positie in Kierak. Ik moest, I had to find my footing. Ik moest echt weer opnieuw, nadat Harry geboren was, moest ik... gaan ontdekken wat ik dan kon doen. Want ik was daarvoor gewoon bereid om altijd overal mee naartoe te gaan en overal mee te doen. Dat kan gewoon niet als je een kleine baby hebt. Nee. Dus die, zowel de Sit-film als Under a Sinking Sun, die hebben daar zijn, wat mij betreft, voor mij gingen ze daar ook heel erg over. En hoe Sit ook een soort baby is. En hij belt dan op en dan zie je aan mijn gezicht dat als hij zegt... ik ga kapot. Of zo. Wat zegt hij nou als eerst? Dan zie je die... Dat hebben ze allemaal van die YouTube-films over wat psychopaten doen. Maar dan zie je duping delight in mijn gezicht. Je ziet mij lachen. dat ik dat lekker vind gewoon. Maar dat is iets wat ik niet kan onderdrukken. Dat vangt de camera gewoon. Ja. Dus je ziet mij daar in mijn sadisme en mijn onzekerheid dus. Van dat ik zit te wachten totdat ik eindelijk ook mijn entree kan maken in die film. Dat zie je dan in dat gesprek. Maar is kunst dan eigenlijk en dan ga ik tegen en dan ga ik tegen Sid zeggen dat hij de esthetische positie moet kiezen. Wat natuurlijk vreed is op dat moment. Ja. En ik weet dat hij dat niet gaat doen op dat moment. Hij zit helemaal beneden aan die piramide, hoe heet hij ook alweer? Die piramide van dingen die je nodig hebt. Ja, Maslow-piramide. Ja. Jij gaat dan daar op dat puntje tegen hem zeggen dat hij naar boven moet kruipen. Ja, exact. Ja. 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 Voor dus zelfverwezenlijking moet zien. Maar dan is het ook dus eigenlijk het kunstwerk heel erg een vehikel voor de kunstenaar. Dan gaat het net zozeer over jou. Het gaat ook over mij. Het gaat over mij, wat ook niet per se heel lief en leuk of mooi is aan mij. Ik zie dat ik word er ook mee geconfronteerd als ik dat dan zit terug te kijken. Maar je stelt die vraag alsof je zegt van, maar dan gaat het dus eigenlijk over de kunstenaar. Er zit een soort verwijt in. Nee, dat is ook heel logisch. Je kunt dat helemaal niet van elkaar lostrekken, toch? Nee, dat is ook zo. Nee, dat is absoluut zo. Dat is ook heel logisch. Maar het is, dit is dus een onderzoek naar jezelf dan. En dan wordt dat ook weer een metafoor voor de samenleving. Ja, inderdaad. Want dit gaat. Dit zijn,
Het zijn allemaal thema's waar mensen belang bij voelen en hebben. Dus die samenleving die wordt er als het ware ingesleurd zonder dat hij dat dan wil. Omdat dit dan zo'n gekke vorm is, omdat je echt zit te kijken naar mij, maar ik heb ook een soort theatraal bewustzijn en dat geldt voor iedereen die meedoet. Het geldt zelfs inderdaad voor die bananenjongen waarvan mensen het dan helemaal niet weten. Dat hij staat er ook met een soort theatraal bewustzijn, want hij weet wie wij zijn en hij heeft ons uitgenodigd. Ja. Hij heeft ook later werden gecanceld door de school waardoor we werden uitgenodigd. En toen heeft hij een enorme loods geregeld in Gent, waar we die première alsnog konden laten doorgaan. Dus wat dat was mooi. Te gek. Ja. Chris Houben. Houben. Ja, dat is heel mooi. Ja. Of Houben misschien ja. op zijn Vlaams. Ja. Vroeg me alleen af. Ik ben het dus heel vaak met jullie kritieken eens op mensen of op instituties. Maar ik meen het dus te zien om ook een verlangen om alles open te breken of zo. Of het rauwe, het duistere, onduidelijke, ongrijpbare. Om dat naar voren te brengen. En, maar wat jullie ophouden is inderdaad heel vaak ja, alleen een spiegel. Maar niet dat rauwe en dat allemaal brengen ook, zeg maar, als een soort. Het is heel reactief wat jullie eigenlijk maakten. Dat kreeg ik het idee. Vind je dus het stom als ik dat zeg? Nee, dat ik vind niks stom. Nee, maar je kan denken, nou, daar herken ik me helemaal niet in. Maar of het niet. Ik vroeg het, dus dat was de afrondende vraag. Of niet. Ik vond het dus vrij reactief of het niet het tijd wordt voor iets heel autonooms. Nou, ik snap wel waar jij je vinger op probeert te leggen. Ik denk dat omdat we dat denk ik zelf ook aan het doen zijn. Ik denk dat je voelt in die films dat het iets is wat wij najagen. Dat in datgene wat dan zich ooit, wat ooit begon als kritiek of heel echt ook die vermomming nog heel serieus nam. De eerste afleveringen tot en met 16. De vermomming als criticus, bedoel je? Wij vermomden ons als criticus. Ja, en die vermomming was eigenlijk nog heel overheersend. Ja. In de eerste 16 afleveringen wordt dat dan geleidelijk aan steeds minder. En dan 17 tot en met 24 is eigenlijk een. Waar die kunst, waar die kritiek als het ware binnenuit wordt geklapt, gebruikt wordt als methode om kunst te maken. Dus je gebruikt. Het feit dat wij opgeleid zijn op de universiteit, maar ook op de kunstacademie met een soort idee van maatschappijkritiek, dat is eigenlijk het geloof, de religie waarin wij opgroeien. Ja. Dat sijpelt in je kunst, maar je moet het ook weer openbreken om er kunst mee te kunnen maken. Ja. Dus dat is iets wat wij nu steeds meer aan het doen zijn. En we hebben natuurlijk inderdaad performances in de echte wereld gebruikt om reacties van anderen los te maken, daarop te reflecteren, op die manier de samenleving erin te trekken. Maar ik denk dat waar jij het over hebt, is inderdaad een behoefte aan iets wat als het ware op voorhand misschien meer. Eigenlijk een voortzetting van dat proces, wat al in gang is gezet. Ja, en ook iets wat ergens doorheen breekt. Dus ik denk ook, als het dan over deze tijd en alles is glad, dan is het ook zo dat gewoon iedereen een maatschappijcriticus is geworden. Dus iedereen heeft een mening en de ene doet dat natuurlijk heel goed en de ander niet. Maar en analyses over, wat jullie niet doen, maar die zijn er ook genoeg zo van, nou, dit is niet goed en dat is niet goed. Maar ik merk gewoon, levend in deze tijd, maar en ook als ik jullie, wat je zegt, als ik jullie films kijk, omdat ik daar dus wel een soort vonk in voel, dat ik zo graag iets wil wat daar gewoon doorheen breekt zonder, dat gewoon je wil is. Eigenlijk escapisme daarvan. Nee, ik wil iets wat is. Maar, dus niet zegt van dit is. Maar denk je dan aan een Rothko, weet je, een modernistische schilderij waar je voor nee, staat? Nee, ik denk dus de helemaal nergens aan. Maar zoals we begonnen, maar je weet, mooi om je weet, af maar te noem één kunstwerk wat dat misschien in een andere eeuw wel heeft gedaan. Ja, nee, dat, volgens mij kan ik dat niet zo snel. Maar het is alleen zoals we begonnen met dat. Ik denk dat een goed deze tijd heel goed samenvat van dat vernieuwingsdrang. Ja. Wat iedereen wel voelt en het oude is een beetje op. En dan krijg je allemaal bewegingen die dan eigenlijk vrij statisch zelf weer een wereld maken. Maar er is een behoefte aan dus iets nieuws. Alleen, wat is dat wat dan? Is het? En hoe moet dat eruit zien? Ja. En hoe, dat weet ik niet. Maar
Dat, ja, ik vind dit een heel interessant onderwerp. Eigenlijk wil ik hier nog heel lang over doorpraten. Maar we hebben net te horen gekregen dat het afgerond moet worden. Ja. Wordt ook een beetje... Maar dit is wel... Dit is heel boeiend, vind ik. Ja, ja, ik ook. Nou, dan, maar als ik nu begin, dan duurt het sowieso 10 minuten voordat ik in mijn punt kom. Nee, dan gaan we... Ja. Het een andere keer doen. Ja, misschien. Nee, dan ga ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Vond het leuk. Het was mijn eerste. Ja, en, vond het ook leuk. Jullie, ja, ik ook. Het was leuk. Ja. Bedankt. Dit was het. De Nieuwe Wereld.